Districtscommissaris Josta Lewis van Kabelebo zegt dat zij de volle ondersteuning zal geven aan haar collega DC's om de situatie te verbeteren bij het commissariaat van Sipaliwini aan de Zwarte Hovenbrugstraat. Het personeel is gisteren uit ontevredenheid over de onveilige werksituatie niet aan het werk verschenen en heeft de poorten gebarricadeerd. Lewis stelt in een gesprek met de nieuwsdienst dat het werk uiteindelijk voort moet gaan. Toen ik in het resort was, heb ik van mijn collega's begrepen dat er weer voor de zoveelste keer ingebroken was. De resort boven Kopenhagen. Ze hebben meubilair en zo meegenomen. En dat is heel erg. Ja, op het terrein, maar bij een ander bestuursresort. Bij Kabalebo hebben we ook meerdere malen dit ook meegemaakt. Dus het is niet waar dat er wordt aangegeven dat er niet is ingebroken in Kabalebo. Ze hebben ingebroken, vandaar dat we nu een ijzeren deur hebben gezet. En ook een ijzeren kozijnen en ook dievenijzer. Dus dubbele beveiliging. Ook bij de DA's waar ze zitten. Dus zolang het over dit gebouw gaat, neem ik de verantwoording als DC. Maar er zitten 3 DA's in dit gebouw, dus van andere bestuursresorten. Maar zolang het over dit gebouw gaat, dan ben ik wel bereid mijn medewerking te verlenen. Lewis en collega Walter Bonjaski van boven Saramaka vertelden journalisten gisteren dat er tot vervelens toe wordt ingebroken op het commissariaat. Lewis deelt mee dat 3 maanden terug nieuwe sanitatie is geplaatst. We hebben een nieuwe toilet. Cistern gezet en nieuwe stopkranen, dus leidingen vervangen, nieuwe hydrofoor gekocht en een nieuwe durotank. Dus wat Kabalebo betreft is er geen probleem. Maar ik ben wel bereid de ondersteuning te geven aan mijn collega's. Ja, natuurlijk. Dus we hebben gevraagd dat de mensen die bezig zijn te protesteren, dat ze dan de poort open doen, zodat ik mijn collega's kan gaan adviseren hoe ik het doe bij Kabalebo. Lewis wijst erop dat zij vaker in het binnenland zit en veel werk te doen heeft. Volgens haar heeft de minister van regionale ontwikkeling ook toegezegd dat betere beveiliging zal worden geplaatst op het commissariaat om diefstal te voorkomen.